Welkom iedereen. Vrijdag 2 december, Helmondsport FC Eindhoven eindigt vanavond in 3-0 na 0-0 ruststand. Score verlopen 62e minuut 1-0 door Edwards, 64e minuut 2-0 door Zelderust en in de 68e minuut bepaalde Brabant eindstand op 3-0. Geel bij Helmondsport voor Verkoelen, bij Eindhoven voor Gunst, Vloed, Schilder en Swinnen. 3.195 toeschouwers en scheidsrechter Van Herk Floot. Het woord is aan de trainer van onze gasten. Ja, man. Allereerst gefeliciteerd voor Helmondsport. Ik denk dat het een terechte overwinning was, zeker gezien die 10 minuten waar ze 3 goals maken. Maar één ding moet ik wel zeggen, we hebben de eerste helft weer een overwicht niet omgezet. Ik denk een 100% penalty onthouden van Cannepel, zoals ik het zag. Een bal op de lat van Gunst, nou, dan kun je een overwicht uitdrukken, zoals we ook tegen PSV bijvoorbeeld het niet gedaan hebben om je te belonen. Nou, dan blijft het 0-0. En dan geven we eigenlijk in 7 minuten de rest in totaal uit handen, standaard. Ik geloof Edwards de eerste goal, dus de man van iemand, die is verantwoordelijk in de tweede goal. Zijn we naïef, verliezen ze de bal op middenveld. We zijn dan eigenlijk de grip kwijtgeraakt. We dachten het lek boven te hebben, maar een 1-0 dat we niet braken. Maar dat is vandaag dus wel gebeurd. Nou, Helmondsport heeft daar goed gebruik van gemaakt. Want het kan zelfs 4 of 5 wel worden. Daar hebben we nog geluk mee. Weer twee gezichten getoond. Het in 7 minuten weggeven. De tegenstander, ja, zeker in zijn derbysfeer, 100% geladen. En wij hebben ons fans gigantisch teleurgesteld. Wat bij mijn excuses daarvan. Ze waren grote getalen daar. Maar we hebben nog twee belangrijke wedstrijden voor de winterstop. Om te beginnen NAC. Dus we kunnen niet breken, dus er is nog steeds niks verspeeld. Alhoewel deze 3-0 heel veel pijn doet, gezien de beelding. Maar vandaag zijn we dood en morgen moeten we weer opstaan. Dankjewel trainer. Dan het woord aan onze eigen trainer, Roy Hendricks. Ja, dankjewel. Wat de collega aangaf van de eerste helft, hadden we echt heel veel moeite. We hadden geen controle, we kwamen steeds te laat. Als we druk wilden zetten, werden we niet zo te ver uit elkaar getrokken door hun lopende spelers. Hadden veel dreiging. Zijn we goed weggekomen, de bank zei al tegen elkaar, als we 0-0 kunnen houden, tot aan de rust hebben we het goed gedaan. In de rust hebben we daardoor op ingespeeld, van nou, waarom kunnen we in controle krijgen. Nou, we hebben dan een organisatiewijziging gemaakt. We speelden eerst natuurlijk met 2 voorop en dan 1. Nu hebben we gespeeld met 4-3-3. Daardoor kregen we meer controle, Eindhoven is daarna eigenlijk niet meer gevaarlijk geworden. En we trainen heel vaak op spelervattingen, heel veel aandacht gegeven. En dan is het wel heerlijk om een keer te zien dat het een keer tot uiting en wordt beloond. Vanaf dat moment zijn we heel scherp gebleven. We hebben genoeg kansen gecreëerd. Uiteindelijk is het 3-0 geworden. In een toch wel inderdaad een wedstrijd met 2 gezichten. Het is sowieso een heel mooie avond voor Helmondsport gezien de periode. Dus wat dat betreft hebben we een hele zware week met 3 wedstrijden. Fantastisch afgesloten. En ik wil sowieso Eindhoven heel veel succes in de komende periode. Maar met dit voetbal. Oh, sorry. Met dit voetbal wat hun spelen, dan weet ik zeker dat ze gewoon weer in de top eindigen. En ook meedoen richting play-offs of promotie. Want zoals in de eerste helft hebben ze ons echt geholpen om niet te scoren. Anders was het een heel andere wedstrijd geweest. Maar nogmaals. Als Helmondsport trainer zijn een 3-0 winnen Eindhoven thuis top. Dus we hebben een lekker goed weekend. Dankjewel trainer.